Op deze zaterdag hebben wij dan gehad de 7e editie van de FHR Business Fair 2024. En voor studenten en ondernemingen die dan hun presentaties hebben gedaan op deze zaterdag. Innovatie en creativiteit, dat is vooral de twee woorden die door rector Dr. Hans Limapo is gebruikt bij zijn openingsspeech voor wat betreft de Business Fair 2024. Het zijn de ondernemers van de toekomst, zei Dr. Limapo, en 10 groepen van 9 studenten hebben dus anderhalf jaar gewerkt aan hun bedrijf en bedrijfsvoering. Wij voeren nu naar de ceremoniële opening van de FHR Business Fair. En vervolgens brengen wij dan u ook naar het interview waar wij dan een vraaggesprek hadden met de CEO van NV Sidong, die bankstellen maakt van olifaten. Nieuw op de Surinaamse markt en zij vertelt dan ook over het proces om te komen tot NV Sidong. Soms ben je bijzonder als je heel klein bent. En op het laatst word je bijzonder als je heel oud bent. De kunst is natuurlijk om altijd bijzonder te blijven. En daar heb ik een uitspraak voor die me erg aan het hart ligt. Het zegt dat life begins when your comfort zone ends. Het is op andere manieren ook uitgedrukt. Ik weet dat eens een premier van Australië gezegd heeft: life is not easy and it's never meant to be easy. En zo zijn er wel meer mensen die tot die bekentenis zijn gekomen dat het leven niet eenvoudig is, maar ook nooit de bestemming heeft gehad om eenvoudig te zijn. En degene die het leven verwijten dat het niet eenvoudig en gemakkelijk is, die zijn mensen die het leven niet begrepen hebben. Degene die in het geloof ons richting en leiding geven, zijn nooit mensen die het gemakkelijk hebben gehad in hun leven. Nu naar het onderwerp. Het gaat over innovatie. Het gaat over creativiteit. Daar gaat deze beurs over. En net heeft Hichasse aangeduid als de jonge ondernemers. Ik zou willen zeggen, ze zijn de ondernemers van de toekomst. Want dit zijn de mensen die strakjes echte ondernemers gaan moeten zijn. Ik wil ze in de eerste plaats meegeven dat, en dat hebben ze eigenlijk best geleerd, dat innovativiteit, creativiteit de centrale bron is in het leven van iemand. Dat onderscheidt ons van alle andere levende wezens. Het feit dat we kunnen creëren en niet creëren, in mijn eigen terminologie, by default, maar creëren by design. Een heleboel dieren creëren de hele dag, maar ze doen dat by default, uit noodzaak. Maar niet gedreven door andere waarden dan noodzaak, zoals wenselijkheid of schoonheid of wat dat ook zijn. Dus het is de centrale bron van de betekenis in het leven van iemand dat je innovatief bent. Maar dat is niet alles. We leven nu in een tijd waarin alles sneller gaat. Alles onduidelijker is. Alles ambiguer is, onzekerder is. En het is geen gemeenplaats, het is echt waar. Ik kan het zeggen, want ik kan het niet bijhouden. Ik ben nu al 2 jaar ben ik in de leer bij mijn vrouw om te appen. Maar het lukt me niet. Ik ben er heel eerlijk in. Gewoon omdat ik geïrriteerd ben erdoor. Ik vind dat het mijn leven onnodig stoort. Ik vind dat de toegevoegde waarde niet heel is. Want ik heb ook tegen mijn vrouw gezegd,
Straks ga je me van boven naar beneden appen. Ga je zeggen, in plaats van dat ik die trap afloop, stuur ik je een app. Ja, Jezus, waar ben ik mee bezig? Dus die versnelling van die wereld, die onduidelijkheid van die wereld, is er. Het is waar. En wat we zeker weten, is dat in die wereld, en we noemen dat met een heel moeilijk woord, 21st century skills, we andere vaardigheden moeten hebben om in die wereld te kunnen blijven bestaan en te kunnen blijven functioneren. En dat vraagt heel veel eisen van ons. Ik heb wel tegen mezelf gezegd, ik heb eigenlijk geleefd in een wereld waarin er ruimte was voor gemakzucht. Ruimte was voor wat we dan een goede vriend van mij wel eens genoemd heeft, relaxen. Hij maakte dat grapje. Hij zat in het vliegtuig en toen zei die mevrouw tegen hem, die stewardess, are you relaxing? Toen zei hij, nee, so Hansi. Het grapje is in onze studententijd altijd gebleven. Gerard creëerde ruimte voor relaxing in zijn leven. Sorry. Hij creëerde ruimte daarvoor. Nu hebben we die ruimte niet meer. Alles wat je doet is uit noodzaak of uit wenselijkheid van anderen, van je omgeving. Die wereld is gewoon door technologie, door allerlei opvattingen, is die wereld gewoon veranderd. En alleen maar door, en dat is mijn punt, alleen maar door innovatief te zijn en creatief te zijn, kan je inspelen op die veranderde wereld. Je kan je niet tegen die verandering verzetten. Je moet kijken hoe je op een verstandige en goede manier daarop kan inspelen. En dat is creativiteit. Je moet innovatief zijn. Vroeg laatst aan iemand die aan het werk kwam om 9:00. Ik zeg, maar je moet toch om 8:00 komen? Toen zei hij tegen me, ja, maar u vraagt me precies op die dag dat ik laat ben. Alle andere dagen ben ik op tijd. Dat is zijn antwoord. Dat is zijn wereld. Dat is zijn werkelijkheid. Ik ben gestopt en ik zei, ik moet me in die wereld verplaatsen. Die wereld is niet, ik moet elke dag om 9:00 zijn. Die wereld is, ik moet mijn best doen om zo vaak mogelijk op tijd te zijn. En soms ben ik niet op tijd en dat moeten we op de koop toenemen. Dat is die nieuwe wereld. Niet bij iedereen. Het is ook niet de standaard die ik voorstel. Maar ik zeg wel, als je de mens van vandaag wil begrijpen en met hem om wil gaan, moet je creatief zijn om ermee om te gaan. Ik moet niet boos worden dat hij om 9:00 komt. Ik moet hem alleen zeggen, je moet een uur langer blijven. Dat is kennelijk de oplossing waar hij mee kan leven. En dan gaat hij me zeggen, maar ik kan niet, want ik moet mijn vrouw naar de dokter brengen. Dan zeg ik, oké, dan blijf je nu een kwartier langer. En 4 dagen blijf je een kwartier langer. Dus, maar je moet creatief zijn om ermee om te gaan. En dat geldt niet alleen in het leven in het algemeen, het geldt ook voor het onderwijs. Het onderwijs is anders geworden. De eisen die we aan studenten kunnen en mogen stellen, zijn anders geworden. Je bent eigenlijk, ik mag dat niet zo zeggen, maar de beste vergelijking die ik heb gemaakt is te zeggen, ik vergelijk studenten, echt vergeef me dat ik dat zeg, met patiënten. En ik ben de dokter. Ik kan niet tegen een patiënt zeggen, ik ga je niet behandelen, want gisteren was je hier en ik heb je gezegd dat je niet in de regen moet lopen, want anders gaat het erger worden. Ik moet die student onder alle omstandigheden, ongeacht wat de oorzaak is, waarom hij niet functioneert, moet ik mijn best doen om hem te laten functioneren. Zoals een dokter ook de plicht heeft om elke patiënt, ongeacht de oorzaak van zijn ziekte is, om te helpen. We zijn als docenten op de school, zijn we, ja, onze broeders hoeders geworden. En dat zijn wel de studenten. Je mag ze, je moet ze helpen, je moet ze motiveren. Dat idee dat je ze moet straffen, ligt achter ons. Straffen is niet meer
Wat domineert hier op de school? Toen ik hier 10 jaar geleden heb ik hier gezegd, docenten, denk erom. Elke student heeft rechten. Hij vraagt niet om genoegdoening of om medewerking. Hij heeft rechten. En realiseer je dat hij er aanspraak op maakt dat zijn rechten worden nageleefd. De tweede uitspraak is, don't blame the victim. De student is het slachtoffer als het niet goed gaat. Don't blame him. Het is te makkelijk om te zeggen, ja, hij doet zijn best niet, dus hij heeft slechte cijfers. Nee, hij doet zijn best niet. Heb ik voldoende gedaan om te voorkomen dat hij slechte cijfers heeft. En dat heeft allemaal te maken met creativiteit. Laatste opmerking. We proberen hier een rijke leeromgeving te creëren. Mede met het oog op deze activiteit. Deze activiteit is een exponent van onze dwang om een rijke leeromgeving. Waarin je niet alleen maar veilig bent, maar waarin je ook probeert te leren. Waarin je begrijpt dat echt leren is buiten je comfortzone. Echt leren is niet wanneer je het op je gemak doet. Echt leren vergt inspanning. En u gaat straks zien dat er studenten hier zijn die echt hebben geleerd. Ze hebben dingen gemaakt die nog niet bestonden, maar die nu wel toepasselijk moeten zijn. Die wel te gebruiken zijn. En ze hebben er met elkaar over gesproken, geredeneerd. Ze hebben gedachten ontwikkeld. Ze hebben onderzoek gedaan. Ze hebben erop gereflecteerd. En ze zitten nu met spanning te kijken welke reacties ze gaan krijgen van hun moeder en hun vader, die ongetwijfeld heel enthousiast gaan zijn, maar ook van een buurvrouw en iemand anders die ze helemaal niet kennen en die heel kritisch ernaar kijkt. Denkt u erom. Een rijke leeromgeving en studenten die ons in dit tijdsbestek bijna, wil ik zeggen, beter begrijpen dan wij ze begrijpen. Ondernemers, zijn we ready? Leuk, zijn we ready? Ja. Geweldig, geweldig. Rekenen leren. 1,5 jaar hebben jullie hard gewerkt. Meneer Jango zegt het al, het gaat nooit makkelijker. Want het gaat om een leerreken. We hebben heel veel geleerd. En vandaag, met 10 groepen, 10 businessen, 10 x 9 toekomstige ondernemers, gaan we Suriname wezen wat jullie kunnen doen en show. Yes? Oh, ja. Nogmaals, vandaag gaan we wezen wat we allemaal in 1,5 jaar hebben kunnen maken. Toekomstige ondernemers, let's show them today what we can do today. Alright? Hier is vraag onze FAR Business Fair open. Gaan we eventjes doen open en be the best business win. Ik ben Angel Huang, CEO van NV Sidong. Ja. Wat kunt u ons vertellen over NV Sidong? NV Sidong is een zitbankbedrijf die zitbank maakt uit gebruikte olievaten. We gebruiken 80% gerecycled materiaal voor onze zitbanken. Ja. En hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te produceren? In de huidige markt hebben we vaak zitbanken die goedkoop zijn, maar dan van minder kwaliteit. Je krijgt ook dan rugpijn, spierpijn ervan. En als er zitbanken zijn die wat meer kwaliteit bieden, zijn ze dan vreselijk duur. Daarom zijn we op het idee gekomen om een zitbank te maken uit gebruikte olievaten in Suriname. Ja. En het productieproces, kunt u dat een beetje uitleggen? Onze zitbanken zijn gemaakt uit olievaten. We moeten dan die olievaten gaan snijden. We hebben dan ook voor de zitkussens gebruiken wij waterafstotende stoffen en kleurrijk. Daarvoor zijn we ook, waardoor er een stelvol uitlaat, waardoor er een stelvol uitlaat biedt. Ja. Waarop letten jullie vooral? We letten op kwaliteit. Het moet lang meegaan.
Het is voor zowel indoor als outdoor te gebruiken. Dus daarom hebben we gekozen voor waterafstotende materiaal, zodat het weer kan weer omstandigheden gaan doorstaan. Ja. En wat voor sets maken jullie? 1 set en wat nog meer? We hebben een hele set. De hele set omvat een 3 set. De set omvat een 3 set, 2 maal 1 set en een tafel waarbij er ook een opslagruimte is waarin u uw spullen kunt plaatsen. Ja. En waartoe moet Sidong NV gaan uitgroeien? NV Sidong wil dan eigenlijk NV Sidong wil eigenlijk dan groeien tot een zitbankbedrijf in Suriname die eigenlijk de Surinaamse samenleving een zitbank biedt die goedkoop is, dus betaalbaar en van kwaliteit is. Ja. Als je zegt betaalbaar, wat kost zo'n set? Zo'n set is $510. Dat komt rond de 20.000, minder dan 20.000 SRD. Voor zo'n prijs in de huidige markt kan je maar één zitbank kopen, terwijl bij ons u dan een hele set hebt. Ja. En is dit voor slechts de uitstaal vandaag? Of mensen mogen wel bij jullie bestellen? Ja, mensen mogen wel bij ons bestellen. Onze contactgegevens zijn. U kunt dan appen op de nummer 8923951. Ja. Hoe staat het met concurrentie en concurrenten? We begrijpen dat er ook andere zitbankenbedrijven in de huidige markt die meer ervaring heeft dan ons. Dat begrijpen wij. Maar wij zijn een jonge, dynamische team die we willen op creatieve manier eigenlijk ons product verkopen. En zijn er andere spelers op de markt die ook van tonnen, dus die van vaat, sits maken, bankstel maken? Nee, we zijn de enige in Suriname die nu op dit moment zitbanken maken uit gebruikte olievaten. In het buitenland zijn er zeker wel bedrijven, maar u begrijpt om zo'n zitbank vanuit het buitenland te brengen naar Suriname, dat gaat heel wat vrachtkosten meebrengen. Dus in Suriname kunt u dan eigenlijk bij ons bedrijf dat goedkoop betaalbaar vinden. Ja, en u zei het al, de kleuren die spreken voor zich. Ja, een beetje felle kleuren, een beetje kleuren die stijlvol, een beetje kleuren die eruit schieten. Ja, waarom kiezen jullie daarvoor? Wat zijn de zaken waarvoor jullie vooral marktonderzoek hebben gedaan? Waarom we hebben gekozen voor een kleurrijk? Omdat we vinden dat zitbanken de belangrijkste onderdeel is van je tuin of je woonkamer. En daar moeten de gasten die je ontvangt eigenlijk al een soort gevoel van blijdschap voelen. Daarom hebben we gekozen voor kleurrijke. Ja. Ik moet wel zeggen, het is prachtig hoor. Heel veel succes. Dank u wel, hartelijk dank.